In het duister van de nacht, bij het licht van een bliksemschicht, aanschouwt een paard met zilveren manen het levenslicht. Toran, het paard heet Toran, als de wind zo gezwind en zo vrij. Toran, zijn naam is Toran, en de kroonprins van de Grumbies is hij. Door de dalen van het land, door het bos en door het veld, als een spookverschijning komt hij vlug aangesneld. Toran, het paard heet Toran, hij is een kind van de wind, sterk en vrij. Toran, zijn naam is Toran, en de koning, de koning wordt Heldaad, ben je in orde? Ja, ik ben oké. Okay. Het is vreemd dat zelfs dingen die je kent je bang kunnen maken als je een angstige bui hebt. En door wat Weldaad had meegemaakt toen ze gevangen werd door Charlie's vader, was ze nog steeds op haar hoede. Het is oké, Weldaad. Het is oké. Maak je nou maar geen zorgen. Als je je angst niet onder ogen ziet of er niets aan doet, kan die je lang blijven kwellen. Toran wist dit. En daarom maakte hij zich zorgen over Weldaad en was hij op zoek naar een veilige plek. Zoals overal was ook het hoogland vol dingen die je angst konden aanjagen als je toeliet. Toran, voorzichtig, de grote rots. Wat is daarmee? Hij beweegt. Hij gaat vallen. Die rots valt heus niet, Weldaad. Die ligt er al sinds ik me kan herinneren en hij bewoog nog nooit. Je bent nog bang door je gevangenschap. Toran, kijk uit! Ha, wat zeg je daarvan? Die rots lag daar al duizenden jaren. Jorolla! Sorry, Toran. Ik was naar je op zoek en ik raakte die rots. Maar ik kom eraan en... Nee, niet doen! Ja! Ah! Ben je in orde? Denk het wel. Geen botje gebroken. We schrokken ons kapot. Op deze manier komt Weldaad nooit over haar gevangenschap heen. Het spijt me, Weldaad. Ik wilde je niet bang maken. Hoe eerder we een schuilplaats vinden waar geen mensen kunnen komen, hoe beter. Weldaad zal zich nooit op haar gemak voelen als ze geen veilige plek vindt. Laten we snel gaan zoeken. Ik was al op zoek, maar met z'n drieën gaat het sneller. We gaan kijken in het dal. Kom op! Ongeduldig, Echo. Het duurt niet lang meer. De laatste sneeuw is nu wel weg en we kunnen naar de hooglanden toe. Beetje jaloers, Goudman, hè? Nou, dit keer kun je niet mee. Het is niet goed voor je. Je bent nog niet hersteld van de wond van het wilde zwijn. Misschien volgend jaar, als je genezen bent. Je verlangt naar je vriend, die zilveren Brumby, hè? Nou, moet je horen. Deze keer neem ik hem voor je mee. Kunnen jullie samen zijn? Dan stop je met kniezen. Oeh,
Sta niet zo rustig te dromen. Ik vrees dat er moeilijkheden komen. Hoi, Mopoke. Het is er. Goudmaan schreeuwde iets dat je zeker moet horen. De mens komt je rust weer verstoren. De mens? Wat? Heb je hem echt zien komen? De mens en zijn paard komen er echt aan. Als hij naar het hoogland komt, kun jij beter gaan. Inderdaad. Ik vraag me af of hij het ooit opgeeft om mij te willen vangen. Hij komt als de sneeuw smelt, komt zo snel als hij kan. Het is een grote obsessie, die domme man. Je hebt gelijk, Mopoke. Ik moet mijn hoofd erbij houden als hij er echt aankomt. Ik moet nog een veilige schuilplaats vinden. En ik maak me zorgen over Weldaad. Ik ga naar de mensenhut en kijk of hij alweer terug is. Weet jij misschien ergens een geheime schuilplaats? Oh, verstoppen lijkt me niets. Ik sluit mijn ogen, dat is net zoiets. Dag, Mopoke. Goed. Binnie en Warri, luister naar me. Je blijft in leven door niet op te vallen. Niet opvallen als je jaagt, maar vooral niet als er op jou gejaagd wordt. Op ons? Wie jaagt er nou op ons? Nou, ten eerste kun je een beet krijgen van een giftige spin of een slang. Maar als je hen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Wie nog meer? De arend is heel gevaarlijk. Een arend is op niet zo dol als op lekkere sappige dingo-pups als avondmaal. Oeh, en wat nog meer? De mens is een gevaar. Wij rennen sneller, maar niet sneller dan een kogel uit zijn geweer. Maar nu hebben we genoeg gepraat. Ik ga jullie een lesje jagen geven. Volg me en blijf dichtbij. Blijf uitkijken naar een lekkere, vette kikker. Ze zijn heel erg lekker in deze tijd van het jaar. Volg mij maar. Is er iets aan de hand, mevrouw Dingo? Oh, Toran. Het is die andere pup van me, Warri. Zo wild, dat kind. Het ene moment loopt hij achter ons, het volgende is hij weg. Alweer kwijt. Kan ik misschien helpen zoeken? Ik wilde de hut van de mens bespieden, maar dat kan wachten. Dat is fijn, dank je. We vonden zijn geur, maar het lijkt wel alsof hij in het niets is opgelost. Alsof hij simpelweg in rook is opgegaan. Vreemd. We moeten maar gaan zoeken. Ik roep de anderen wel en ook Mopoke. Hij kan het vanuit de lucht bekijken. Baby Dingo! Baby Dingo! Ik hoor helemaal niets en ik zie ook niks. Dit deel van het woud ligt altijd verstopt in de mist. Ja, nu hoor ik het weer. Het klinkt als Warri. Toran, Weldaad, kom hierheen. Misschien is hij hier. Bindi, kom terug. Kom terug. Bindi, oh
Tim, die is over de rand gevallen. Maar ik hoor hem nog steeds. Oh nee. Kun je de bodem zien? Hoe overleeft hij zo'n val? En de kleine Warri? Hoe komt hij daar beneden? Ik... Oh, ik weet het niet. Ik snap het niet. Maar ik wel. Bindi? Waar kom jij nou vandaan? Ik zag je vallen. Geen zorgen, mam. Ik ben geen geest. Volg mij maar. Bindi, nee! Maak je nou maar geen zorgen. Komen jullie ook? Maar is het veilig? Zo veilig als een kikker in een vijver. Wat denken jullie? Bindi lijkt veilig. Maar u moet beslissen. Oké. Ik ga... Mevrouw Dingo, bent u in orde? Geen zorgen. Komen jullie ook ruimte genoeg? Geen zorgen? Ik zie toch liever waar ik terecht kom. Het is vast wel goed. Ik ga eerst. Geen sprake van. Ik ben geen watje. Ik ga eerst. Een riggel. Hij lag verborgen in de mist. Maar moet je daar eens zien? Een hele vallei. Verstopt. Altijd verstopt door een sluier van mist. En kijk daar eens. Nu begrijp ik hoe Bindi weer bij ons kon komen. Een pad naar boven. Ja, en kijk daar eens. Een pad naar beneden. Geweldig. Een geheime vallei. Warri, ik hoor hem. Nou, dat zei ik toch al? Help! Help! Er is tenminste niets mis met zijn stembanden. Ik hoor hem, maar ik zie nog niks. Dat is de echo. Die versterkt zijn stem. Help! Help! Kom mee. We gaan naar hem op zoek. Pas op. Het is hier heel erg smal. Beter geschikt voor berggeiten dan voor paarden. Ha! Geen probleem. Oeps! Bindi! Oh. Auw! Hoorde je dat? Dat klonk net als... Maar hoe kan dat nou? Oh, wat is dit? Is een Bombat dan nergens veilig? Oh, sorry meneer Bombat. Ik gleed uit, geloof ik. Bindi! Bindi! Mam! Ga van mijn hoofd af! Oeh. Ah. Oh nee, toch niet weer het hele stel, hè? Ik verliet de ramskop omdat er steeds buidelratten op mijn hoofd vielen. En dan krijg ik hier een dingo-pup op mijn hoofd. Huh? Wombat! Fijn je te zien. Hoe gaat het? We misten je. En je familie. Bedankt voor het redden van Bindi, Wombat. Jij staat altijd voor ons klaar. Bedankt voor het redden van Bindi, Wombat. Bah, hou op met die zoete broodjes. En nu uit de weg. Wombat, voor je weggaat, we zijn op zoek naar Warri. Heb jij hem ergens gezien? Nee, absoluut niet. Niet alle dingo-pups komen zomaar uit de lucht vallen, weet je? Van onderen! Huh? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oeps. Sorry, meneer Wombat. Bedankt voor de landing. Warri, waar kom jij vandaan? Oh, we waren zo ongerust over je. Sorry, mam. Ik jaagde een beetje achter een vlinder aan. En die veranderde zomaar in een arend. En die nam me mee de lucht in. En het volgende moment zat ik op het vogelnest daar. Het belangrijkste is dat je veilig bent. Natuurlijk, natuurlijk. Hij is veilig en ik heb een zeer hoofd. Hoe kom jij hier terecht, Wombat? Door de ingang. De juiste ingang. Waar is die? Zeg ik niet. Dit is mijn geheime vallei. Ik vond hem het eerst. En nu iedereen weg. Allemaal. Onuitgenodigd bezoek. Bah. Toran, Weldaad. Huh? Mevrouw Wombat. Baby Wombat. Fijn jullie te zien. En jullie ook, Toran. Allemaal. Hallo, Dingo Pups. Leuk jullie te zien. Kunnen we weer
maar samen spelen. Het ziet er naar uit dat Warrie een geheime schuilplaats gevonden heeft, Weldaad. Ja, een veilige plek bij moeilijkheden. Maar ik moet nu gaan, Toran. Ik voel me beter nu, echt waar. Het duurt even voor je verwerkt hebt wat je hebt meegemaakt, Weldaad. Ik ga denk ik terug naar mijn familie, Toran, voor een poosje. Ze zullen me verzorgen. Trouwens, ik heb ze veel te vertellen. Ik ga met je mee, want misschien zijn er mensen. Ik red me wel. Vind ik beter. Oké. We moeten de weg hierheen maar goed onthouden voor het geval we hem weer nodig hebben. Tenzij Wombat onze toegang wil verklappen. Dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet. Opgeruimd staat netjes. Je kunt beter gaan, Toran. We zijn aan de grens van mijn vaders grondgebied. Oké. Dit is niet het moment om de Bralga uit te dagen. Voorzichtig. Tot snel. Deze keer krijg ik hem, Echo. Hij heeft ons niet opgemerkt. De wind staat goed. Kom op. Kijk eens even achterom, dan zie je moeilijkheden. Wat ik je bom. Huh? Ah. Ja! Zich vast niet meer zo tof. Niet zo kleinerend als een duik in het stof. Ik dacht dat je ontsnapt was, zilveren Brumby. Maar ik kom je achterna. Nu. Che, bedankt, Mapoke. Wat zou ik zonder jou moeten? Inderdaad. Je snelheid is niet altijd evenveel waard. Waarom wist ik niet dat een mens er was? Ik moet voortaan voorzichtiger zijn. Maar gelukkig, we hebben een geheime vallei ontdekt. Een geheime vallei? Dat is goed. Ga daar maar heen als je vluchten moet. Dat had ik ook bedacht, Mopoke. Oeh! Ja! Ja! Sorry, Mopoke. Ik moet gaan. Toran, wat magie kan echt geen kwaad. Doe maar alsof je in rook opgaat.
Nee, nee! Waarom deed hij dat nou? Hij sprong. Dat is zijn dood. We wilden hem geen pijn doen, Echo. Wat zonde. Zo'n uitzonderlijk nobel paard. Dat klonk net als de zilveren Brumby. Of zijn geest. Toran, je bent het echt. En geen geest. Ik hoorde dat je een doodsprong maakte. Dit keer niet, Benny. We hebben een geheime vallei ontdekt. De mens denkt vast dat je dood bent. Dat is net wat ik wilde dat hij dacht. En het werkte. Nu ben ik misschien van hem bevrijd. Vrij als de wind. Toran en de anderen hadden hun geheime vallei gevonden. En ze hadden een nieuw geheim. Dat het spookpaard niet een echte geest was. Maar dat was hun geheim. Hun bescherming. Ze zouden het niemand vertellen. Maar spoedig zou de tijd komen dat het geheim met anderen gedeeld moest worden.